proberen, zingen maar blij. De hindernissen worden groter. Niet alleen de wegen waar aan gewerkt wordt en waardoor mensen afzien helaas van hier naartoe gaan. Ook de hoge parkeergelden hier rondom deze kerk. En daarom dat u en dat jullie gekomen zijn, buitengewoon. Fijn om elkaar op deze mooie zondag na zomer, ander weer wacht ons, te mogen ontmoeten. Laten we samen beginnen met het groeten en de groeten. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zijn en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen en de presidenten van deze aarde. Amen. Wij zingen de lof van God om samen te mogen wonen in zijn huis, in de liederen die we zingen of horen zingen. Psalm 84, het eerste en het tweede vers. En daarna horen we twee liederen van het mannenensemble, wat hier bij ons is en waar we heel erg dankbaar voor zijn. Zoals ook Martin, die met een na welverdiende vakantie weer helemaal uitgerust en klaar om op ons weer te verrassen met zijn orgelspel. En natuurlijk ook de dirigent Adrie. Fijn dat je nog zo geïnteresseerd en zo bezield bent om mannen te laten zingen en ons te laten horen en op ons vanmiddag te horen zingen. Fijn. En een gezegende dienst met jullie, het koor en elkaar. Thank you.
En bidden samen, bidden. Heere God, we hebben allemaal wat van die dagen waar we naar uitzien. Die verjaardag, dat jubileum, dat kleinkind waar we zo op hopen. We hebben allemaal wat van die dagen waar we ons naar uitstrekken. En die we hopen te mogen beleven. Maar we komen vanmiddag tot u, om u te belijden dat die dag, waarover we zo vaak mogen zingen vanmiddag, die grote dag, waarop er een einde komt aan alle moeite en verdriet, waarop alle tranen worden gedroogd, die grote dag, daar zingen we over, daar willen we met elkaar over nadenken. We willen u danken dat we bij elkaar kunnen komen. Dat is voor iedereen bijzonder, maar in bijzonder voor Annie, die na zoveel maanden weer gewoon hier door de kerk loopt. Daar danken we u voor. We danken u ook voor de organist en de dirigent en de mannen van het mannenensemble die ze hebben voorbereid op deze dienst. We danken u dat we hier naartoe konden komen. Alle aarzeling die we hadden weggenomen. En we bidden. Geef dat we met elkaar een bijzondere avond rondom het woord van u mogen beleven. Rondom het gezongen woord, rondom die dag, die grote dag, waar we vol verlangen naar uitzien. Dat bieden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu met elkaar, er komt een nieuwe aarde zonder onrecht en verdriet. En daarna horen we weer twee liederen van het mannenensemble. De bergen zullen vrede dragen en nader tot u bij het laatste. Mogen we ook met hen een couplet meezingen.
20, vers 10 tot en met 16. En een half vers, voor mij een ontdekking, dat vers uit Spreuken. Wij lezen het woord van God. Ik lees het u voor uit een vertaling waarin bepaalde details die ik wil doorgeven in een meditatief moment nog scherper naar voren komen. U weet het, er zijn veel vertalingen, soms ook hele bijzondere vertalingen over de Bijbel en over het Bijbelgedeelte, en dat geldt ook vanavond. Ik lees het u uit de herziene Statenvertaling, Genesis 28, en u mag het vergelijken met de tekst die u voor zich heeft. Veel verschillende dingen, maar soms zijn kleine woorden heel bijzonder. Het is de tijd dat Jacob moest vluchten. De dag daarvoor was hij nog steenrijk. Had hij nog een prachtige relatie met zijn vader, met zijn enige broer, met zijn moeder. En een prachtige toekomst. En door een verschrikkelijk moment, waar hij zelf ook schuldig aan was, moest hij vluchten. Een vluchtreis van meer dan 1000 kilometer. En wij treffen hem aan, nog maar 100 kilometer gegaan en nog 900 kilometer te voet. We lezen het woord van God. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heere is werkelijk bij mij. Jacob nu vertrok van Beersheba en ging naar Haran, richting Turkije. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam één van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac, je vader. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde, en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen gaat. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik tot u gesproken heb. Toen stond Jacob uit zijn slaap op en hij zei: de Heere is werkelijk aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En dan vervolgens lezen we dat ene vers uit Spreuken 29, de eerste helft van vers 19. In allerlei vertalingen wordt dat ene woord anders vertaald. Het is een woord dat ook inderdaad mogelijk maakt, verschillende vertalingen. De vertaling die in de afgedrukte tekst staat, is ook heel goed mogelijk. Dromen kunnen ook een profetisch karakter hebben. Kunnen ook, zoals in andere vertalingen staan, vergezichten zijn. Visioenen zijn. En de vertaling waar ik het meditatie met name op
gericht is, dat is, zijn deze woorden uit Spreuken 29, vers 18a. Als er geen dromen meer zijn, maakt een volk, raakt een volk losgeslagen. We gaan nu eerst met elkaar zingen. Ik zal maar even naar mezelf kijken. Wie ben ik? En wie heb ik verleden over God? In de spiegel van zijn woord mijzelf leren kennen. Hij kent mij. Twee versen uit Psalm 139. Daarna de meditatie, die zijn er bijna. Het muzikale antwoord van onze organist. En daarna het kinderlied. Ga met God en hij zal met je zijn. Hoeveel kilometer ook en nog voor. Lieve mensen, soms heb je dat. Van die teksten in de Bijbel.
die je eerst niet kende en waar je over struikelt, staat dat erin. Van die woorden van God die je verrassen, zoals het woord uit Spreker 29. Als er geen dromen meer zijn, raakt een volk, raakt een mens losgeslagen. Nou, dat hoeft van Jacob niet gezegd te worden. Hoeveel er ook fout gedaan en fout gegaan is in zijn leven, losgeslagen was hij niet. Hooguit waardeloos. Maar dat is begrijpelijk. Je zult maar kort hiervoor je halfblinde vader hebben bedrogen. En het enige broer die je hebt, hebben bedrogen. En de lieve moeder waar hij zo bijzonder contact mee had, voorgoed hebben moeten missen. Je zult maar, zoals hij, de mooiste erfenis die op hem lag te wachten, verspelen door zo'n domme daad. Een verkleedpartij. Natuurlijk, zijn moeder kwam op het idee, maar hij had er voor 100% aan meegewerkt. Wat een leven. Laat hij achter zich. En wat een toekomst gaat hij tegemoet. Gelukkig had zijn moeder, ze was wel een gelovige vrouw. En gelovige mensen kunnen ook wel eens van het pad afraken. Maar gelukkig had zijn moeder nog wel, toen die moest vluchten, gezegd: ga naar Haran. Dat is in Turkije en dat is wel 1000 kilometer gaan, een groot deel door een woestijn. Maar daar woont een broer. En die zal goed voor je zorgen. En vergeet nooit, niet alleen mijn broer woont daar, maar daar heeft ook je grootvader gewoond. Toen hij helemaal uit Ur naar het beloofde land trok, heeft hij jarenlang in Haran gewoond. En het goed gehad. Gezegende jaren daar gehad. En vergeet nooit, je grootvader Abraham was ook een gelovige man. En nu zit Jacob hier, midden in de woestijn, de eerste 100 kilometer achter zich, nog 900 te gaan, zonder camper, zonder caravan, zelfs zonder een tentje. De nacht valt. Als je zoveel gebrokenheid achter je hebt en je zoveel onzekerheid voor je, dan zou je denken, dan doe je geen oog meer dicht. Jacob wel. Soms is je lichaam te moe om wakker te blijven. Maar blijft je geest wel waakzaam. Jacob droomt. In gedachten zie ik hem liggen. Zijn hoofd op een steen. Wat een gebrokenheid. En zomaar ineens. Als ik deze berooide man onder deze bizarre omstandigheden, in dit onherbergzame stukje van de wereld zien liggen, denk ik aan ons, aan mezelf, aan u, aan jou. Wij hebben ook heel veel achter ons. En wij hebben ook heel veel onzekerheid voor ons.
moet je daar doorheen? Dit jaar alweer een warmterecord. Die verschrikkelijke oorlogen. Terwijl wij hier in alle rust bij elkaar zijn, samen zingen, samen danken. Wordt er gevochten in Oekraïne, in Rafah, in Israël en zoveel brandhaarden van deze wereld. De woestijn rukt op, klimaatproblemen. Groeiend aantal besmettelijke ziekten. Grote eenzaamheid onder jongeren. Iedere week zijn er een paar jongeren in ons land die het niet meer zien zitten leven. Wie van ons durft nog het laatste journaal van de dag te horen en te zien? En gaat dan nog rustig slapen, zonder tabletjes, zonder alcohol, alleen omdat je lichaam echt moe was. Jacob krijgt een droom. Je zou verwachten, dat is een angstdroom. Dat is een droom waarin zijn geweten wakker wordt. Je zou verwachten, dat is een droom die voorgoed hem duidelijk maakt hoe fout hij is geweest. Soms hebben wij toch ook wel eens angstdromen. En dan probeer je om die angstdromen van je af te schudden. Omdat je even dacht dat je geweten wakker werd. En dat er zomaar wat bladzijden uit je levensboek openvielen. Die je zo graag dicht wil laten. Jacob heeft een droom. En het is geen angstdroom. We stonden toch bij hem. En we zien hem toch wakker worden. Hè? En we zagen het toch aan hem. Die man is helemaal niet somber. Die man is helemaal niet verdrietig. Die man is helemaal niet onzeker. Hij vertelt. We laten het hem zelf zeggen. Zo lang een mens nog zulke dromen krijgt, raak je niet losgeslagen, ik zag een ladder, vanuit de hemel naar de aarde. En toen die ladder uiteindelijk de aarde had geraakt, toen kwam er engelen, zomaar ineens. Ik wist het niet, maar ze waren vlakbij me. En ze kwamen naar mij toe, niet van die landen, maar ze moeten al rondom mij in de buurt zijn geweest. En ik schrok eerst. Maar ze vroegen aan mij, heel vriendelijk. Jacob, wat zou je nou graag willen? Wat zijn jij mensen? Waar verlang je naar? Wij zijn namelijk van de bodendienst van God. Wij mogen op deze aarde rondgaan. En wij mogen zomaar aan mensen vragen. Hebt u nog vragen? Nog wensen? Zijn er nog dingen in uw leven die u graag bij leven nog zou willen meemaken? Zomaar een papiertje. Waarop je dat mag schrijven. En, zeiden de engelen, dat hoef je niet zelf naar boven te brengen hoor, dat doen wij. Daar zijn we voor. Om zulke ingevulde briefjes bij God te brengen. En weet je Jacob wat wij het mooiste van ons werk vinden? Zo'n briefje heeft een betaald antwoord. We mogen ook terugkomen.
uit de hemel naar de aarde. Betaald antwoord mogen wij brengen. Even lieve mensen tussen haakjes, wist u dat Jezus deze droom heeft aangehaald aan het begin van zijn aardse werk? Wist u dat Jezus, toen hij nog maar een paar discipelen had, en die paar discipelen die waren zo vol verbazing over alles wat Jezus zei en wat Jezus deed, de gelijkenissen, de verhalen, de wonderen, de genezingen, die discipelen waren zo vol verbazing over alles wat de Heer Jezus deed, in Johannes 1 staat dat, vers 52, dat Jezus zei, dicht bij mij ga je nog veel meer wonderen zien. Dan zullen jullie ook engelen zien die van de aarde naar de hemel gaan en weer terug. En een betaalde antwoord, daar zal ik voor zorgen. Daarvoor zal ik mijn leven gaan geven aan het kruis van Golgotha. Daarvoor zal ik ook 40 dagen door een woestijn gaan zonder dromen, zonder engelen. Daarvoor zal ik ook die bittere eenzaamheid van Golgotha en van Gethsemane dragen en de ladder van boven naar beneden naar mensen brengen. Lieve mensen, het voelt te ver om vanavond nog aan elkaar te vertellen wat was nou het antwoord dat Jacob kreeg. Voelt te ver om te vertellen hoe lang hij daarop heeft moeten wachten en wat het met hem allemaal heeft gedaan. U leest dat allemaal in het slot van het prachtige hoofdstuk Genesis 28. Eén ding is duidelijk. Dat antwoord, dat heeft voor hem alles anders gemaakt. Dat antwoord dat engelen bij hem mochten brengen in die droom, dat antwoord dat heeft hem zo bemoedigd, dat heeft hem zo gesterkt, dat heeft hem zo gezegend. Hij kon verder. Nog 900 kilometer. En nog 20 jaar voordat hij terugkwam naar dat stuk beloofde land. Hij kon verder. Door dat betaalde antwoord. Lieve mensen, dat kunnen wij ook. En dat mogen wij ook. De Bijbel staat vol met dromen en visioenen. Laatst de Bijbel noemt bijvoorbeeld 7 keer 7 visioenen. 49. En dat zijn echt niet alleen visioenen over rampen en voedselproblemen en over klimaatproblemen en over oorlogen wereldwijd. Dat zijn echt niet alleen visioenen over eenzaamheid, waarin jonge mensen niet meer weten hoe ze verder moeten en oude mensen zomaar dit laatste stukje van hun leven somber en moedeloos doorbrengen. Dat zijn ook visioenen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarover zongen we dit eerste keer van het nieuwe seizoen van Zingen Maar Blij. Omdat we het soms ook wel eens nodig hebben om over onze aarzelingen heen getild te worden. Want het is een feit.
De woestijn rukt op. Maar iedere keer weer, als wij zingen, zingen maar blij, worden we erg herinnerd. Een volk dat geen dromen meer heeft, raakt losgeslagen. En jongeren die geen vergezichten meer hebben, raken moedeloos. En ouderen, denk maar aan Handelingen 2, die niet meer weten over de stralende toekomst, die in ieder die in Jezus Christus en zijn betaalde antwoord gelooft, als we dat niet meer weten, ja, dan worden ook wij moedeloos. Hoe dan ook, hoe ongemakkelijk het liggen op een steen ook is, je kunt er wel op dromen. En hoe ongemakkelijk misschien het leven in een woestijn ook lijkt, er is een God die ons hoort. En als wij dan eens aarzelen, wie langer naar de hemel, die is zo lang en die is zo hoog. En er is zoveel aan klein geloof en ongeloof bij mezelf. Er zijn engelen die zomaar naast ons staan. En die vragen, schrijf me op. Welke wensen heb je voor je kinderen? Voor je kleinkinderen? Voor je ongelovige familie? Voor die mensen van wie je houdt, maar die het contact met God verloren zijn. Hoeveel verlangens heb je in deze wereld? Schrijf het maar op. Leg maar stil je hand in zijn handen. Jezus Christus heeft gezorgd voor een betaald antwoord. Soms zijn donkere nachten geschenken als je weer gaat ontdekken dat God je dromen geeft. Dromen die je terugvindt in zijn eigen woord. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer, dat alle mensen lachten en onbekommerd, onbezorgd een nieuwe dag verwachten. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer, dat journalisten niet anders schreven in de krant dan dat ze zelf echt wisten. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer, dat de rust en het vrije Westen samen hun wapens wierpen in de zee en riepen: Christus, amen. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer, dat alle mensen lachten. En toen ik wakker werd, sprak gij: dat komt, nog even wachten. We zijn er bijna, al lijkt 9.